Wij hebben gewoon onze eigen Droom Defender gecreëerd. Becky heeft er ook een paar schoenen bij gecustomized. Scott sprak de legendarische woorden dat ik mijn auto niet roze ga hoeven rappen. Wat we gaan doen is we gaan zo meteen de auto's één voor één onthullen. You're gonna be one serious mean piece of machinery. Het is wel echt een brute wagen waar die in rijdt. Welkom en tof dat jullie kijken naar Day One. Dit is de tweede aflevering van onze samenwerking met Prime Video en natuurlijk de dikke serie Dutch Wheels. Morgen. In de eerste aflevering kregen Robbie, ja, van de bankzitters, en ik een challenge. En die challenge was, customize deze Defender zo dik als jullie kunnen. Degene die daarvan wint, die gaat naar huis met de eeuwige eer. Maar degene die verliest, moet zijn auto roze laten rappen. En in deze aflevering, in aflevering 2, gaan wij er dus achter komen wie er straks wegrijdt in die roze auto. Maar eerst ga ik jullie even laten zien hoe onze twee experts, dat zijn Scott en Becky, bezig zijn geweest met onze auto's. En of het wat is geworden tot nu toe. Ja, ja, daar zijn ze. Twee gloednieuwe Defender 110's. Op deze SUV's mogen Becky en Scott onze ontwerpen uitwerken om ze zo nog dikker te maken. I think my angle was a bit off. That's some nice parking there, Becky. It's a brand new car. I'm looking forward to this. I think it's gonna be a good competition. We both have two completely different skill sets. They're gonna be completely different cars. I'm going to take one into the workshop. You are now officially banned from the workshop. There is no entry in there. I won't come in the wrapping units anymore. And we go head to head and we get these cars done. All right, see you later. Yeah. Oh, I'm so going to smash this. She doesn't stand a chance. You don't understand how much stuff I've already ordered. Like, I have a mountain. I am pretty confident in the fact that we've won already. As long as I can pull this off and get it all put together and it works and it's drivable, then it is going to be one serious mean piece of machinery. Scott stapt in zijn Twingo en scheurt er vandoor. Op zoek naar onderdelen voor zijn Defender. Oh ja, en ook die van Robbie. As you can see, they have a wide range of everything. Now these guys specialize in like off-road rally. So hopefully we can find some pretty cool stuff to make this Defender more like Dakar race ready. Here we are in the bucket seat department. This is the bit that I really came for today, to find the perfect seat for the Defender. This could be it. It doesn't block your head. It still kind of hugs you like a bucket seat enough, like for everyday use as well as the Dakar look. Get some harnesses on you. Okay, so there is a hell of a lot more that we got. I've taken what I can carry and we'll send someone to pick up the rest of it. Scott heeft bij zijn eerste winkelbezoek vrijwel het gehele budget er doorheen gejaagd. Lekker bezig, Scott. Het demonteren van zijn Defender is inmiddels begonnen. Tegelijkertijd begint Becky met het toepassen van onze game-winning rap. Alright, okay. Here we go. I don't actually know if it's big enough because this was just an offer. Stop picking up. Een goed begin is het halve werk, zullen we maar zeggen. Gelukkig is Becky niet te stoppen. Het kleurtje ziet er in ieder geval heel fris uit. En winning, volgens mij. Denk ik. Om een oogje in het zeil te houden, bellen Robbie en ik met onze specialisten om de voortgang te bespreken. Becky! Hey! How's the car going? It's good, I'm about halfway. Halfway? Yes, halfway through completing the whole thing, yeah. Everything's off the car. All the interior parts have gone to the paint shop, the wheels are in the paint shop, the body kit parts are in the paint shop, the light bar. Misschien is hij wel te druk bezig, kan hij niet opnemen. Kijk, daar is die. Yo, Scott, curious about what you're doing. I'm doing a lot, mate. I'm not gonna lie, I'm doing a lot. It's the project's coming along. I hope that you're gonna be happy with it. I'm confident we're gonna beat them. But I'm a little bit worried because otherwise I'll drive a pink car for the next. Yeah, a couple of weeks. Maybe you could trip Scott or something, or while he sleeps, put a pillow on his head. But you don't have to really go all the way, but just scare him a little bit so he knows that he needs to lose. Okay, I can do that. I've opted out for the surfboard. I'm not going for the surfboard option. We're gonna leave. No! Do we put something on the roof or nothing? We're gonna put something else on the roof, mate. So I think we're gonna go for some lights. Becky heeft foto's gestuurd. We moeten ze even downloaden. Oh, ja, dit is wel dik. Hij is wel heel blauw. Foto's stellen me wel wat meer gerust. Vet hè, dat we gewoon onze eigen auto's aan het ontwerpen zijn.
Net als in Dutch Wheels. Maar ja, ik moet het even in het echt zien. Je moet het voelen, hè? Je moet het ruiken, je moet het proeven. Dat is belangrijk. Maar... ja, ik proef nu wel al een stukje winst. Dus Robby, ik hoop dat je ready bent. Dat klonk enthousiast. En als Scott enthousiast is, dan ben ik ook enthousiast. Scott pakt de legendarische woorden dat ik mijn auto niet roze ga hoeven rappen. Dus ik ben helemaal confident. Het is zover. De laatste plooien worden glad gestreken en de puntjes worden op de i gezet. Het is tijd om langs te gaan en het resultaat te aanschouwen. Wow, ik ben een beetje zenuwachtig, want vandaag is de dag dat het gaat gebeuren. De reveal. Ik heb al wat foto's gezien de vorige keer van hoe de auto is geworden. Mijn auto. Ik weet natuurlijk niet hoe die van Robby eruit ziet, want het is en blijft wel een competitie. Ik ben in ieder geval ervan overtuigd dat ik vandaag met de winst naar huis ga. Wat is het? Hoe zijn de zenuwen? Ja, goed. Ik vind het gezellig. Is dit je nieuwe aankoop? Ja, ik dacht ik neem er ook eentje mee. Nou, ik heb nog met Scott gesproken. Die heeft er wel echt alles aan gedaan. Die heeft zich echt... ja, maar dat moet ook wel. 200% ingezet, dus ik heb wel vertrouwen in hem. Nou, ik ga ervan uit dat jullie gewoon een standaard auto hebben met standaard kleuren. En dat wij echt iets hebben waarvan mensen denken... Heb je tekening gezien, hè? Vorige week. Ja, als hij geel is, dan hebben we een klein probleem. Kijk er naar uit. Godver. Nu wordt hij toch bang. Ja, ineens word ik zenuwachtig. Leuk. Let's go, we gaan die kant op. Oh. Ja. Oei. Wat een schattig autootje. Deze is top, deze is top. Winner. Hello. Wat? Wat is dit? Wat denk winner. Je zelf? Mannen, we hebben natuurlijk een beetje contact gehad. Maar hoe hebben jullie het meegekregen? Hebben ze een beetje gevlamd? Tot laat in de uurtjes vannacht nog doorgegaan. Ja. Echt? Ja, de hele week eigenlijk. Knallen. We gaan zo meteen de auto's onthullen. Hebben jullie een favoriet? Ja, als jury, nee, als jury mag je geen favoriet hebben. Okay. Wat we gaan doen is, we gaan zo meteen de auto's één voor één onthullen. Dan mogen jullie een professionele mening geven over wie jullie vinden dat er heeft gewonnen. Maar uiteindelijk beslist natuurlijk het publiek. Dus wat we gaan doen is, degene die hieronder reageren onder deze video... ja, dat gaan we bij elkaar optellen. Dan maken we de winnaar bekend op Instagram. Ja, je zou het advies van de mannen op kunnen nemen of je eigen mening kunnen vormen. Ik denk dat het in de details gaat zitten. Dat is belangrijk natuurlijk. Dat denk ik zeker. Gaat in de details zitten, Kim? Ik denk het wel, ja. Dus ik hoop dat jullie, jullie weten het zelf natuurlijk. Okay. Hebben jullie veel aan de details gedacht? Of, Ik heb alleen maar aan de details gedacht. Ik wil alleen maar. Ja, man, echt. Alleen maar aan de details. Nou, daar gaan we dan. Oh. How many hours did you put into the car? I think I started it 2 weeks ago. Ja. Yeah. And every day every since day. Then. Oké. Okay. So that feels like a winning formula. Oh, wacht even. Ja, kom op. Oké, 3, 2, 1. Oké. Ja, ja. Goed kleurtje, hoor. Thank you very much. You're welcome. That's winning here. Okay. Laat hem maar doen. Nu gaat hij zeggen, oh, moet je kijken, dat is een beetje blauw. Wat is er? Nee, niks aan. Becky, can you show us around, please? The car was taken apart. The urban body kit has been added on top. Yeah. The full thing's been wrapped in crystal blue. Crystal we blue. Had the wheels taken off, the inside colour matched to the colour of the car, the brake calipers colour matched as well. There's a few little pinstripes on it as well. You've got the light bar at the top, which is light also bar. Part of the urban kit, and the spoiler on the back. That's cute. As well. The hobby did a bit stoer. So they fully stripped everything out of the interior. The steering wheel was taken off, it was taken apart. Even the small pieces, the screws in the door, are also color matched. Ja, schattig. Schattig? Ja, ik vind het gewoon een schattige auto. Dit is een fucking beest ja, van een wagen. Ja, jullie hebben een soort schattige auto van. Helemaal niet, we hebben er een beest van een wagen van gemaakt. Oké. Okay. Thank you very much. Okay. I think we've just won. Wat een prachtresultaat. Wat een dikke wagen. Het maakt toch niet meer uit wat er onder het andere doek staat. Als je niet op ons ontwerp stemt, kunnen we officieel spreken van wansmaak. Doe mij een plezier en plaats de tekst Ik stem op JJ hieronder in de comments.
Goed, dan is het nu tijd om de reusachtige Defender van Robbie en Scott te onthullen. Hij is wel groot. Ja, dit is hij is wel groot. Absolute machine. Dan heb ik het niet over Robbie, maar over de wagen. Scott, how many hours did it take you to do this? I think I had the car for 10 days and it was like 17, 18 hour days every day. The guys here told us that you were here almost sleeping every night. Yeah, pretty much, man. Just so we know. Yep. Do you have a girlfriend? I don't, mate. This is my girlfriend. Okay. This is my... See? Ja, ja. 3, 2, 1. Jezus! Kijk, dit is een auto, Jay. Ja, ik zie niet dat er veel veranderd is, hoor. Dit is het. Ja. Oh. Becky, this is it. We've won. We've What won. Can I say? I see, hey, Jay, kom eens. Yeah. Come, Jay, come, look, come, look at come. This detail. Do you know this? This is your logo. Yeah, great. So inside Woo. Is actually the first Defender in the world. But nobody needs bucket seats in a Defender. Nobody. You do because it's an off-road car, man. No. What is it? It's the Dakar edition. The bull bar. They don't actually make a bull bar for the Defender, so we made that ourselves. There's hours and hours of work in it. You're hours. A legend, man. It's insane, man. Well, a legend. Yeah, a legend. Hij is wel echt snel van het overdrijven, hè? Kijk nou eens, man! Ik vind het een mager wagen. Alle gekheid op een stokje. Robbie en vooral Scott mogen natuurlijk trots zijn op hun resultaat. Vind jij deze Defender nou de winnaar? Wat ik me niet echt kan voorstellen, maar... stem dan nu hieronder in de comments door de tekst Ik stem op Robbie te plaatsen. Het is spannend, want nu is het tijd voor het juryoordeel. Kenneth en Patrick mogen hun oordeel geven. Maar vergeet niet, de uiteindelijke beslissing ligt bij jullie. Nu je weet hoe het werkt hè, binnen onze club, ik had wat rumors gehoord. Ja. Ik hoorde over die no-stack kleur. Echt wel even van wakker gelegen, ja, maar nu ik hem zo zie... Komt ook door de zwarte elementen. Dus dat heeft een Defender echt wel nodig. Dus ja, het thema was straat, urban. Als je kijkt naar de velgen, crystal blue van binnen. Remklauwtjes mooi meegespoten. Interieur. Oh, zelfs de inbus bouten. Ja. Gewaagd. Dit is ook wel gelijk een heel ander gezicht, hè? Dan ja. Zo'n grauw, zwart, grijs dashboard. Flirt hem lekker op. Fris en modern. Ja. Ja, gaaf, hier wat elementen met beleiding. Ah, dat vind ik wel heel... die urban spoiler erop en dan die striping erop. Heel dik. Ja, heel dik. Ik had hier misschien nog... iets gedaan. Het blauw terug laten komen. Ik denk ook gewoon dat het toch een tijdconstraint is. De afwerking is heel strak, netjes. Ik ben benieuwd naar de volgende. Goed geslaagd, denk ik. Ja. Het is duidelijk iets anders. Ja, dat is een boelbarretje ook, hè? Ja. Hey, wat denk je? Die lampjes. Die wil je niet graag achter je hebben, hoor. Voel Urban Pack erop weer. Mooie Urban wielen, maar dan de off-road versie. Er zit wel een andere band op het dak dan op de velgen. Maar goed, het gaat meer om het idee, denk ik. Ja, als je deze beleiding ziet, had ik hem eigenlijk zo doorgetrokken in de kleur. Dit is natuurlijk gaaf. Je ziet als je naar die Dakar rallyauto's kijkt, die trucks en zo, daar zitten ook kuipstoelen in een vrachtwagen. Nou, ik denk dat dat het element is geweest waarvan hij heeft gezegd, dat gaan we hier ook toepassen. Voorin is natuurlijk leuk, maar ik zie dat hier achterin... zitten ze ook. Zitten ze ook. Met een beugel zelfs. Dus het is een vierzitter geworden. Kijk die lampen dan joh, niet normaal Ken. Hé, hey, kijk eens. Brandblussertje, Defender, kijk eens, Dakar Edition. Even telemate, als je het over details hebt, dan... Hier hebben ze wel een custom kap gemaakt. Maar goed, ik zie bij de ander weer elementjes op de spoiler zitten die hier ook wel leuk hadden gestaan. Ken, wij hebben onze professionele mening gegeven, daar zijn we heel open in geweest. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om jullie, de mensen thuis, die moeten bepalen wat jullie van deze auto's vinden. Dus laat even jullie in de comments achter wat jullie van deze auto's vinden. Stel dat Jay nou verliest, ja. Dan denk ik dat het gewoon heel vet is als wij zijn auto gaan rappen in het roze op de Day One World of Cars. Dan is het echt leuk om eventjes die kleine afgang in beeld te brengen. Maar ja, ze moeten niet hun keuze laten beïnvloeden daardoor natuurlijk. Nee, want iedereen Stem wil wel... Jay in een roze auto ja, zien. Ja, daarom. Ja. Een afgang zou het zijn, ja. Nog meer reden om een ticket te halen voor Day One World of Cars. Terwijl Robbie nog even op de foto gaat met zijn matige creatie, zet ik nog een laatste troef in, waardoor mijn kans op de winst aanzienlijk groter wordt. Ik denk dat als we dit hadden opgenomen, dat het gewoon een hele mooie aflevering had geweest in Dutch Wheels. Ja, 100%. Ik heb nog wel even een klein dingetje. We hebben natuurlijk net de mening van de experts gehoord en daar kunnen de mensen zich eventueel door laten leiden.
rijden? Laat even in de comments weten wie jij denkt dat er heeft gewonnen. We maken de winnaar bekend op Instagram. Maar voordat je daarover nadenkt, ja, wil ik toch nog heel even een klein dingetje aan mijn auto toevoegen. Becky heeft er ook een paar schoenen bij gecustomized. Dus dat moeten jullie even meetellen. Dus dit is heel dik. Dus ik snap nu dat je dan denkt... Nee, het ging om de auto's, Jay. Nou, maar dit hoort erbij. Nee, maar dan trek ik jou hier, dat ding trek ik er ook vanaf, want dat hoort er ook niet bij. Zie je? Oh, dit is echt vet, hè? Dat heeft ze echt... Kijk, en zelfs de doos. Zo. Ik vind onze creaties Dutch Wheels waardig. Maar voordat we verder gaan, moeten we nog wel even onze auto's op de openbare weg tentoonstellen. Ik kan je zeggen, het is geen straf om een rondje te mogen rijden in deze twee beukers. Kijk nou, je ziet al mensen hier gewoon bijna naar buiten komen. Ja, dat komt omdat ik achter je rij, hè. Hij is vet, hè? Ja, ja. Jullie gaan op mijn auto stemmen, toch? Ik zie allemaal mensen die op mijn auto willen stemmen. Nou, dat weet ik niet. Volgens mij kijk je verkeerd, toch? Ik zie vooral mensen die een hele stoere auto zien en dan zo'n babyblauwe rap, alsof er een of andere vrouw in zit. En dan zit er vervolgens een kale gek in. Ik zie bij jou een auto die totaal niet bij de persoon past. Een best wel brute wagen met een flink mietje erin. Nee, ben een potje racen. Hey, je moet zeggen, het ziet er mooi uit, dat babyblauwe ding van hem. Maar het is niet stoer. Het past niet bij de auto. Het is gewoon niet stoer genoeg. Deze rijdt dus echt goed. Ik heb het gevoel dat hij voor jou een beetje waggelt en een beetje wankelt. Ja, maar mijn is ook gemaakt voor die off-road, weet je wel. We rijden straks even door de woestijn heen, jongen, en dan pak ik die. Kijk, dat is natuurlijk wel een dingetje, hè. Deze is gewoon gemaakt om lekker in te rijden en jij moet echt woestijnen opzoeken. Ik zie dat als een pluspunt voor mij. Kijk even in je achteruitkijkspiegel, daar zie ik nog 4 pluspunten. Holy shit! Dat is niet normaal. Jay vindt het ook vet. Dit is echt debiel, dit is echt bizar. Zullen we nog even door blijven rijden tot het donker wordt? Maar met die lichten van jou wordt het nooit meer donker. Als jullie zouden kiezen, zouden jullie dan voor de achterste of voor de voorste gaan? Achterste of voorste? Deze? Je zou voor deze kiezen, hè? Deze is ook dikker! Ja, dankjewel! Hoor je dat, Rory? Jezus, wat een licht, man. Het is wel echt een brute wagen waar die in rijdt. Want dat licht is, dat is niet normaal. Holy shit. Ik moet eerlijk toegeven dat Scott wel echt ook dat wiel dat er achterop zit, dat hij daar iets op heeft gemaakt. Hij is fantastisch. Het ziet er wel echt goed uit. Vind ik lief dat je eindelijk je meerdere herkent in de mooiste auto. Ik ga je ook geen compliment geven, Jay. Dat gaan we niet doen hier. Zo zijn we niet getrouwd. Kijk, deze auto, jongens, even mijn betoog voor mijn auto. Hij is gewoon ingetogen, maar ook heel uitgesproken. We hebben natuurlijk iets minimalistischer aangepakt, want Becky had niet... Deze zijn wel fan van mijn lamp. Zie je, hij blijft maar praten, maar Becky heeft... Het is maar goed, licht terug. Becky heeft niet alle tijd gehad. Becky heeft niet alle tijd gehad, Scott had meer tijd. Dus ik denk dat jullie daar ook rekening mee moeten houden. Maar ja, weet je, in de tijd waar wij in hebben moeten werken, is gewoon er veel meer gebeurd. Ik denk dat jullie precies weten wie de winnaar is. Dat zeg ik niet omdat ik niet wil dat mijn auto roze wordt gerapt op Day One World of Cars. Daar zou ik wel stiekem een beetje van balen als... Hij praat gewoon door. Hij is zijn vinger op de knop. Kies alsjeblieft voor mijn auto. Dat is niet een smeekbede, maar het is wel een beetje een smeekbede. Het is wel een smeekbede. Je auto roze laten rappen op je eigen event is wel pijnlijk. Hey, ik hoorde net dat Jay dat hele jankpraatje aan het doen was, maar ik heb dat niet nodig. Ik bedoel, je moet niet ingaan op alle externe factoren die je willen beïnvloeden. Zo, jezus, zet iemand even zijn licht aan. Robbie, ik doe even mijn lamp aan, ja? Pas wel bij je kinderdisco-auto, ja. Zo, wat de hel. Wat gebeurt hier? Haha! Mijn lampen zijn een stukje feller ook. En groter. Zijn die groter? Groter? Ja. Nee, absoluut niet. Er is niks aan jou is groter. Mijn bankrekening? Echt, jongen, die Scott heeft dit zo ziek gedaan. Dat is echt zo bizar. Echt, wat een legend, man. Ik ben aan het genieten trouwens. Dit is toch een super dikke challenge.
Dit is zo vet. Wij mogen gewoon allebei twee auto's van bijna 100.000 euro compleet pimpen zoals wij het willen. Wij hebben gewoon onze eigen Droom Defender gecreëerd. Wat de uitslag ook wordt, Scott en Becky hebben echt topwerk geleverd. Dankjewel Absolute Motors. Het is tijd om te stemmen. Wie van ons twee moet zijn auto roze laten rappen op Day One World of Cars? Ons lot ligt in jullie handen. Hey Jay, weet jij hoe mocht ik het ook eens werken? Wat dan? Als je die knop inhoudt zodat ik jou niet kan storen, dan dat deed ik expres. Kan ik jou gewoon horen, hè? Om jou horen huilen. Stem op mij! Nee, dat is zo'n bullshit, weten we allemaal. Ik hield het knopje in zodat jij precies wist wat ik aan het doen was. Zodat je dit zou zeggen. Ja, ja. Zodat we deze discussie zouden krijgen. Ja. Zodat jullie weten dat ik ga winnen. Dames en heren, mochten jullie nu geïnspireerd zijn door deze twee prachtwagens, want dat mogen we wel zeggen, ga dan even de serie kijken op Prime Video. Dutch Wheels, want daar kan je nog meer inspiratie halen uit alles wat wij hier hebben gedaan. Ondertussen wordt er een auto gejat. Hij is afgelopen. Dank jullie wel voor het kijken. Nogmaals, jullie moeten wel stemmen hieronder. Dan kunnen jullie één van de twee auto's kiezen. Hoe stem je? Door gewoon ik stem op Robbie of ik stem op JJ of één van onze namen in te vullen. Het kan allebei en wij maken de winnaar bekend op Instagram. Ja, en degene die verliest moet dus zijn auto roze laten rappen op Day One World of Cars. Maak me trots, alsjeblieft, maak me trots. Robbie, was dat het laatste? Oké. Dank jullie wel voor het kijken. Dit was Day One en tot later. Ciao. Ik vind hem wel dik, die van Robbie. Ik zag hem net. Mag ik nu een compliment terug trouwens? Nee, ik hoef niet naar complimentjes te vissen. Ik ben een oprecht persoon. Ja, oké, mooi zo, want dat compliment zou je ook nooit van me krijgen. Zonde, hè? Wat zit je haar in trouwens vandaag? Zonde. Ik ruik iets door de portofoon heen. Vertel, angst, zweet of iets anders? Angst, zweet, maatje. Angst, zweet.